Welkom bij een nieuwe aflevering van De Weg naar Rijkdom, mijn reis naar een financieel vrij, gezond en gelukkig leven. En vandaag dacht ik, begin weer eens leuk met een vraag, wanneer ben je nou eigenlijk financieel vrij? Daar hebben we het natuurlijk wel eens vaker over gehad en je kan allemaal leuke rekensommetjes doen. Maar wanneer ben je nou echt financieel vrij? En voor mij is de definitie daarin vooral niet moeten, maar mogen, hè? Betekent niet dat je de rest van je leven niet meer mag werken, maar je moet niet meer. Dan kan je zeggen, nou, dus ik ben financieel vrij als ik met pensioen ben. Is dat financiële vrijheid? Of is dat, ja, dat kan ook financiële armoede zijn natuurlijk. Want het ligt er natuurlijk maar net aan welke dingen je hebt geregeld. En leef je dan echt het leven wat je wil leven? Dat zijn denk ik wel interessante vragen. Want, ik weet niet of we het daar eerder over hebben gehad, vast wel. Je hebt de FIRE-methode, Financially Independent Retire Early. En dat idee eigenlijk daarachter is, breng je kosten zo laag mogelijk, spaar zoveel mogelijk en ga dan leven van het rendement. Dus eigenlijk mogen maken dat je eerder niet meer hoeft te werken. Niet moeten, maar mogen. Maar is het dan ook wel zo interessant? Want bijvoorbeeld je kan zeggen, ja, je kosten zo laag mogelijk maken. Ja, is dat nou rijkdom? Weet je wel? Dus je kan echt op een houtje gaan bijten. En als jij zorgt dat jij van 15.000 euro in het jaar kan leven, kan je redelijk snel financieel vrij zijn. Want we hebben het wel eens over het rekensommetje gehad. Als je het bedrag neemt wat je nodig hebt, bijvoorbeeld 30.000 euro, en je doet dat keer 25... en je maakt een gemiddeld rendement van 5% per jaar, dan kan je stoppen met doen wat je moet doen en dan kan je alleen de dingen doen die je wil doen. Dus ja, hoe laag je dat bedrag krijgt, bij 30.000 zit je al op 750.000 euro. Hey, als je dat bedrag kan halveren, hey, nou, 325, ja, dat scheelt wel best wel een tijd, hè? Het scheelt best wel een tijd. Maar ja, ga je dan de rest van je leven op een droog houtje blijven bijten? En hoe goed houdt deze methode dan rekening met bijvoorbeeld, hè, we hebben alleen eens een inflatie van 10%. Oef, ja, dat is wel even slikken. Dan heb je misschien niet 5% rendement, maar 6, 7% rendement nodig om dezelfde uitgavenpatroon te kunnen houden, omdat de prijzen hoger worden. Dus je kosten gaan omhoog, dus misschien ga je van 15, nou, plus 10%, dan ben je alweer op 16,5%. Dan heb je ineens weer geld nodig, keer 25, tik, 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 tik. Dus dat gaat best wel hard. Dus dat is, wanneer ben je nou echt financieel vrij? En dat is wel een grappige. En ik heb volgens mij wel eens door verschillende bedrijven worden wel eens de 6 fases gebruikt. Hè? Van je bent echt super dependent voor alles wat je nodig hebt, ben je dependent. Hè? Eigenlijk als een kind of een baby ben je eigenlijk heel erg afhankelijk van je ouders om je te providen. Dan krijg je eigenlijk een beetje die fase daarna dat je wel een inkomsten hebt, maar een deel van je, maar je kan nog niet alles zelf bepalen. Dan krijg je een beetje die fase waar hopelijk de meeste mensen in zitten. Dus dat je geen uitkeringen en dat soort dingen meer nodig hebt, maar gewoon, je kan je rekening betalen. Eigenlijk de eerste 3 fases zijn een soort van, ja, meer of minder overlevingsfases. Weet je, je moet gewoon, je bent ergens nog wel afhankelijk van je inkomsten. Misschien net wel, net niet. Daarna krijg je echt de fase dat je ruimte hebt om te investeren. En dan heb je, zeg maar, je financiële independent, financieel vrij. Je zou niet meer hoeven, maar mogen. En dan heb je een soort abundance, weet je wel. Je hebt zoveel dat je eigenlijk niet meer na hoeft te denken van, ik wil dit horloge kopen, ik koop het gewoon. En dat is natuurlijk wel interessant als je daarnaar kijkt. Van, als ik naar mezelf kijk, dan, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Hè? Ik zeg altijd niet moeten, maar mogen. Dus ik hoef niet per se te stoppen merken. Ik denk dat ik het een halfjaartje leuk vind. En daarna vervel ik me de pestpleuris. Dus ja, niet niks. Niet iets doen, dat ligt niet helemaal in mijn natuur. Ik moet natuurlijk wel een beetje in beweging blijven. Ik denk dat dat ook goed is voor de mensen. Hè? Blijven groeien. Dus dan zit je weer. Ja, oké. Okay, financieel vrij. Wat is dat nou echt? En ik denk dat op weg naar een gelukkig en rijk leven gewoon heel belangrijk is om te bedenken, ja, maar hoe ziet het er voor mij uit? Want het is niet, ik kan zeggen wat ik ervan vind,
Maar het is niet één minuutje. Want je kan zeggen, ja, ik hoef nooit meer te werken. Want ik heb er een scheidhekel aan. En dan moet ik met vele mensen, moet ik van alles. En die willen weer niet mee. Ik wil gewoon lekker thuis hangen op de bank en ik krijg gewoon geld. Dan zou je zelfs al financieel vrij kunnen zijn met een uitkering. Je krijgt gewoon geld van de staat. Nou ja, je moet dan nog wel wat vaak. Tegenwoordig moet je volgens mij solliciteren. Nou ja, je zegt, maar goed. Zeg maar, als je zegt, nou, ik kan van uitkeringsniveau leven, dan kan je best wel het bedrag wat je per jaar nodig hebt laag houden. En dan zorg je gewoon dat je dat bij elkaar spaart. Dan, zou, nou, dan komt je droom misschien wel niets moeten, maar mogen. Heel dichtbij. Kun je ook nog naar een land gaan waar het leven gewoon goedkoper is. Nou ja, er zijn duizenden en één opties om eigenlijk zo snel mogelijk niet meer te hoeven werken. Dus eigenlijk is het ook ergens een keuze dat je wil werken. Je wil hier blijven. In Nederland is het best wel duur land om te leven. Je wil hier blijven, dus dat heeft bepaalde consequenties. Maar goed, ik wil in Nederland blijven dus, en ik wil niet om een houtje bijten. Dus mijn lat leg ik al een stukje hoger. En dat vind ik wel een interessante. Dus ik merk ook dat ik eigenlijk heel makkelijk heel veel geld beleg. Omdat ik weet, oké, het is niet, ik heb het geld nu niet nodig. Maar als ik het nu opzij zet, dan kan ik dus zorgen dat als ik dan een keer iets minder wil werken of wat dan ook. Dat ik dan de ruimte heb om te zeggen, ja, ik hoef niet meer. Het mag allemaal. En dat is waar ik eigenlijk naartoe leef. Dat is voor mij dus dat financieel vrij zijn. Weet je, gewoon die buffer hebben. Ik kan zeggen, ja, ik hoef een half jaar niet. En als je weet je, ik kan gewoon van mijn rendement leven. Want ja, je wilt natuurlijk niet dat je denkt van, nou, ik heb nu een paar ton. En ik zing het wel even uit. En als je dan ietsje ouder wordt dan gedacht, hè. Ja, ik word wel ongeveer 80, je wordt 90. En dat je dan die laatste 10 jaar zo, ja, ik heb eigenlijk geen cent te makken. En omdat ik nooit gewerkt heb, heb ik eigenlijk nooit pensioen opgebouwd. En waarschijnlijk ook een AOW gehad. Dus, oepsie, hoe nu? Dus dat is, denk ik ook, goed nadenken. Kijk eens, denk eens na. En ik weet nog dat ik in mijn tijd bij KPMG begon ik met, zeg maar, hey, ik wil met mijn 60ste stoppen met werken. En dat mensen al aan me aankijken, helemaal raar, knikker, en waar ben je allemaal mee bezig, en ben je al aan het beleggen, en dingen. Maar zeg maar, als je 30 jaar de tijd hebt, heb je echt 30 jaar lang de tijd om je kapitaal te laten groeien, en wordt de kans steeds groter. En zeg maar, als je 40 jaar de tijd neemt, dan dat is zeg maar een gigantisch verschil. Zeg maar, die eerste 10 jaar, ja, dat is niet zo spannend. Maar op een gegeven moment komt er zo'n slag in, dat het in één keer wel, hè, dan krijg je het effect van compounding en dan gaat het ineens hard. Dus het is echt een tijdspelletje. En dat is denk ik ook, hè, mensen noemen hem de beste belegger ter wereld. Warren Buffett heeft heel lang in de markt gezeten, heeft heel veel tijd besteed en kijk wat zijn kapitaal heeft gedaan. Dus dat is de kracht van de tijd. En daarom denk ik dat je nu na moet denken wat financiële vrijheid voor jou is en of dat een doel van jou is. Wat wil je zelf? Want als je zegt, ja, 40 jaar ga ik gewoon lekker met pensioen. Ja, maar hoe ziet je pensioen eruit? En dat is denk ik een belangrijke vraag. Want als je nu zegt, lang leef de lol, ik doe niks aan mijn pensioen. Ja, ja, misschien moet je dan, weet je, als je koopbaar zou, kan je nog juist kopen, kun je daarvan leven. Maar hoe zie je het eruit? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Ik denk dat ik weer genoeg geoude hoed heb en mijn boodschap wel duidelijk is. Dus mijn vraag rest alleen aan jou. Hoe ziet jouw mooiste financieel vrije toekomst eruit? En mocht je nou denken, ik heb zo'n mooi verhaal, deel het gerust met me. Je kan me vinden op Instagram, Menno van Wieringen. En stuur me dan gewoon een berichtje. Vind ik hartstikke leuk. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.